Staatssecretaris, meestal twittert u sneller dan uw schaduw, zeker wanneer het gaat over het verspreiden van berichten over uw vermeende gespierde aanpak van het asiel- en vreemdelingenprobleem. Naar aanleiding van deze problematiek hebben we u nog niet gehoord, daarom dat ik u graag even ondervraag, namelijk de stijging van het aantal asielzoekers. In vergelijking met de eerste 4 maanden van vorig jaar stellen we een stijging vast van bijna 20%, wat opmerkelijk is, omdat dit ongeveer het niveau evenaart van 2015, wat de eerste 4 maanden betreft, meer dan 2016 zeker, en 2017. Opmerkelijk ook omdat in Europa het aantal asielzoekers daalt, zeker in de frontstaten van Europa, zoals Griekenland en Spanje, Italië en dergelijke meer. Nu, aan de andere kant stellen we ook vast dat ons land in de top 5 staat van de Europese landen betreffende de netto-immigratie. We laten daar zelfs landen zoals Griekenland en Italië, frontstaten van Europa, achter ons. En misschien, ik weet het niet, kadert dit in het fameuze akkoord van Marrakesh dat u op 5 mei hebt afgesloten. Ik weet het niet, daar hebben we ook niks over mogen lezen in de media. Daar ook is niet getwitterd, er waren geen camera's aanwezig toen u dat akkoord afsloot samen met collega Jan Bon en collega Reinders in Marokko. Maar het akkoord is wat dat betreft toch wel significant. De rabatpartners, onder andere België, erkennen de noodzaak om de paden naar reguliere migratie aan te moedigen en te versterken. En woorden die we meestal niet uit uw mond horen, wel in tegendeel. En ook dit keer geen communicatie hierover. Maar u zult dat allemaal zo dadelijk willen uitleggen, zeker in het kader van uw uitspraken van 14 april jongstleden, waar u zelfs hebt gepleit om alle asielstromen richting ons land tot nul te herleiden, verwijzende naar het Australische voorbeeld. Kloof tussen woord en daad of niet, u zult het mij zo dadelijk willen uitleggen. Ik ben hoopvol dat na de verkiezingen van 2019, dat er ook effectief, Europese verkiezingen van 2019, dat er ook effectief daadkracht zal getoond worden op Europees niveau. De sleutel om de asielmigratie structureel terug te dringen ligt in Europa en in Europa alleen. Ondertussen leggen wij resoluut de klemtoon op collectieve opvang. De staatssecretaris, ik kan alleen maar citeren uit de cijfers die het Hoogcomité voor de Vluchtelingen heeft bekendgemaakt, waarin zij zeggen dat er in 2017 de eerste 4 maanden 7140 asielaanvragen waren en dat in 2018 de eerste 4 maanden 7114 en dat er in 2017 6085 waren. Dat is, hoe het ook draaien of keren, een stijging van 20%, terwijl migratiedruk in de rest van Europa daalt. Ten tweede, de staatssecretaris, wil ik toch ook even verwijzen naar landen waar het wel kan om geen asielzoekers meer op te nemen. Ik verwijs naar de Visegrad-landen. Ik verwijs naar Hongarije, waar premier Orbán doet wat ook hier zou moeten gebeuren, namelijk een nul immigratie ten aanzien van vluchtelingen hanteren. En mag ik hem misschien citeren, want het is ook Hongarije die geweigerd heeft om het fameuze verdrag van Marrakesh te tekenen. Dat zegt u niet, maar ik zeg het hier. En ze hadden gelijk om dat te doen. En Orbán zegt hieromtrent, Europese landen houden door de massa-immigratie op te bestaan, terwijl Europa niet eens merkt dat het wordt bezet. Europa en de EU moet niet focussen op de opvang en de verdeling van vluchtelingen, maar op het sluiten van de grenzen en het beschermen van onze buitengrenzen. Orbán heeft opnieuw gelijk. Neem aan hem een voorbeeld in plaats van aan uw andere Europese partners.